Ja, man, dat was wel echt heftig, man. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vanuit het mooie Ankara. Ik bedoel, Turkije. Alanya. Gezellig, mooi. Abdo, vertel eens wat net is gebeurd. Iedereen, even serieus, zonder fatsoes of zo. Hè. Wat was er net gebeurd? Ja, hij heeft ons wakker gemaakt, die gast, Wie? man. Wie? Ik weet niet hoe die heet, maar... Volgens mij was het gewoon je badewijn of niet? Ik zou het Huh? best kunnen, man. Wat het badewijn, zit zo te slapen Ik en was half opeens we weg. hoorden. Bleh, bleh. Hij werd alleen maar heftiger, man. Wee, hoe kan hij dat horen, man, van deze kamer? Is erger dan schreeuwen, man. Is gehoorzamig, man. Chappie, hoe laat is het nu? 9 uur of zo? Misschien kwam je net aan van die lijst van die party. Ja, man. Alles wat hij heeft gedronken, wat hij heeft betaald, zit hij nu helemaal uit te spugen. Nee, maar laatst nou, misschien is het iemand die ziek is geworden. Dus Allah heeft het lust. Allah heeft het hem daar komen, Michel. Gezers, zit hier bij de reception. Even wachten op. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Waar wachten wij op? Gezer. Is lekker weer, man. Hey, het is leuk dat het vandaag lekker weer. Oh, het is altijd lekker weer hier. Dus het is niet echt speciaal, hè. Ja. Mama, daddy. Gezellig man. Gozer. Wat is buitenwijn nou man? Buitenwijn, wat ben je nou joh? Gozer. Hey, we zijn onderweg man. Naar Turkije. Oh nee, we zijn al in Turkije. Een beetje stoot hier. Gozers, kijk, dit is de bende. Volgens mij zijn er nog misschien meer. Water en een redje gehaald. Dat is een goede combinatie. Sahara ha, Lamberg. Dus die middelste is van ons. Gezellig, gewoon hartstikke gezellig hier hoor. Ik ga wel even een panoramaatje voor jullie doen. Abdo. Ik ben blij dat Badewijn er niet bij is, man. Het gaat niet de hele tijd zich... Allee, Abdo, het gaat niet de hele tijd zich van... Wanneer mag ik nou drinken, joh? Come on. Waar is buitenwijn nou, joh? Eerste shit-top is hier hoor. A lot of people has een vanity winner. Op de man, sorry, de identiteit is Hollanders. Mirla. Gire. Gal dat we. Oğlum. Çekirdek man. Anne güzel mi? Güzel mi? Çok güzel. Jullie mij ook op de achtergrond hebben of denken jullie van ga weg met je vieze rotkop? Hé, hey, astaghfirullah, een asshit, dan is gewoon. Zeg waarschuwen, dan gaan we vlogjes meer doen, hè? Smeerpap. Abdo! Ja, man.
Is Güzel mi? Güzel mi? Çok güzel. Kijk. Kijk. Enes. Abdo, ik zit net te denken, man. Weet je waarom Boudewijn er niet bij is? Ja, te veel opgegeven vanochtend, man. Niet alleen dat? Ja. Maar hij is niet van cultuur snuiven, Turkije zin, dit, dat. Hij zegt, ja, als ik gozer, ik kom alleen om te drinken. Hij is een Turkije snuiver, hè. Laat, dat is een gekke chappie. Ja, ik bedoel, die vrouw net, die oude vrouwtje was. Ik dacht niet dat je Turk was, wat? Ja, nee, zei het, wij spreken Turks. Ja. Soort we zo dit. Ik zeg, nee, ik kan alleen zeggen, güzel met je, güzel, hayat güzel. Wat zei ik nog meer? Nasi sin, teşekkür. Mama Berk. Skate op de achtergrond, landen daar ik. Gaan we vanaf binnen. Gizet me, tjok gizet. Ja, gewoon een beetje lekker chillen. Mensen zitten binnen in de moskee. Waarschijnlijk wat informatie meekrijgen. En dat soort dingen. Ja, Boudewijn, ja, die wil alleen maar suipen. Die wil niet een beetje cultuur snuiven. Maar ja, dat is zijn ding. Dan gaat hij later wel misschien spijt van krijgen. Denkt hij, nou, was in zulke mooie landen. Zulke mooie plaatsjes, maar ik heb nooit echt wat van geleerd. Het enige wat ik mij herinnerde was dat ik elke keer zo zat was. Dat je zo'n zacht zat. Dus, maar ja, Boudewijn, jammer man. Ik hoop dat als je later dit na een paar jaar gaat zien, dat je het een beetje gaat realiseren. Dat je even een beetje moet kappen met het suipen. Dus, hashtag no suipins. Mama Berk. Wat Reddy, we hebben allemaal een waterflesje gekregen. Gaan we straks op elkaar gooien op die andere chips. Lijkt op het gekke konvooi hier, oh man. Abdo, gezel me. Oğlum, gelin beni. We hebben geen water meer, man. We hebben geen ammo. There's no ammo anymore, man. We need more ammo. Give us more ammo. Ja, Pakistan. Ja. Kun je wel even net zo goed even weekendje Pakistan doen, man. Gaan we alleen lekker eten en zo. Lekker eten? Ja, toch? Eet smakelijk. Dankjewel, man. Hier rillen hem helemaal. We lopen nu richting de grotten. Dus... Boudewijn! Boudewijn, doe het nou niet meer! Ga niet springen! Boudewijn, Boudewijn! Zo'n Boudewijn. Vorige keer al met het scheren. Hé, heb het door, weet je nog? Ja. Had zo'n scherding gedaan, hoe noem je dat? Zo'n... Had zichzelf gesneden, toch? Hoe zeg je dat? Gesneden. Wat zei je tegen hem? Is fire, man. Wat zei je tegen hem? Zei tegen hem, hey Boudewijn, zie het even niet meer. Zie het even niet meer zitten. Laat het luisteren. Hey, wat mooi, man. Groen en zo. Ja, echt mooi. Echt gizer. Duna, tire, sigaret, dit dan. Sigara, izmiratelerini, asagia, atmayaniz. Atmayiniz. Gauzer. Coole kikkers. Oké, willen jullie mij zien? Of willen jullie dit zien? In de bergen in Turkije gezellig, joh. Super cool, man. Heb dat gezien door, je mag er wel eens boeien door, hè? Ga ze door, hoe moet ik dat niet, hè? Maar hij heeft zo bediend, Boudewijn. Boudewijn, gauzer. Doe het nou niet, joh. Hé, hey, weet je, ik ga dus Boudewijn. Ja, ik weet het. Ik zeg, Boudewijn, kom op, man. Je hebt nog voor zoveel te leven, man. Hij zegt zo. Je hebt nog zoveel te doen, man. Je hebt nog zoveel voor om te leven. Weet je wat hij zelf niet? Hij zegt zo. Ja, ik weet het niet, hoor. Het enige wat ik doe is drinken en slapen. Jongens, Boudewijn. Even zo. Hij zegt, ja, weet je, dan ga ik gewoon even dood en klaar, weet je wel. Het is geluisterd, vriend. Als je doodgaat, betekent niet klaar, je bent dood. Wordt alleen maar erger. Mooi, maar als je scavier doodgaat, lala.
Wat de reden, kijk hoe goed Turks ik ken. Drinken heet mishribat. Ze hebben gewoon ook watermeloen Lipton ice tea, die ga ik ook proberen. Wat is dat daar? Dat heb ik echt gepakt. Een soort van Marokkaanse orangina. Ga ik deze pakken. Nou zo, waarom is hij ook weer? Van achter pakken. Nee, deze wil ik niet, jongens. Hey, wek eens even mee, man. Buitenwijn. Lekker drankje. Mooi uitzicht. Chillins. Sahara. Lamedari. Ga nou uit. Mahmoud! 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 Güzel mi? Echt weer man, die gozer daar zo man. Kijk, we krijgen allemaal lekker fruit om te eten. Mashallah. Güzel. Sahara, Lammebarik. Zoals ik net zei, ik krijg een beetje gewoon lekker fruit te eten in zomer. Waar is Badewijn? Eet hij nog fruit door Loewe? Nee. Dus kijk, allemaal gezellig mensen. Baba Ali! Baba Ali. Güzel mi? Afiat olsun. De Schuizers, Lammebarik, Sahara. Sahara, man. Hoor dan. Check die borrelnootjes daar. Weet je wat Badewijn zegt, Tula? Hij zegt, ja, gozers, ik zie de borrelnootjes, maar waar is de drank nou? Lach voor de luister. We zijn maar kletsnat, joh. Niet van de drank, maar gewoon van water, joh. Leuk, man. Gezellig, man. We zijn hier bij een soort van waterachtige parkje. Nou, waterpark. Ik bedoel, gewoon zwembad met wat glijbaantjes. Dus. Allemaal bij. Assalamu alaikum. Ja, lekker in een rivier springen, joh. Lekker, joh. Mahmoud! Mahmoud! Memo! Huh? Memo! Memo! Okay! Bismillah! Mashallah! Ik heb net daar gegeten, lekker. En net vandaar, zie je die duikplank daar zo? Kijken daar. Vandaag gesprongen. En het water. Het water is echt ijskoud, man.
Echt koud, koud, koud. Niet van oh je gaat er zo aan wennen, het is gewoon koud. Maar mijn werk, ze gaan we halen om werk aan. Ja, ik bedoel, gozer, hoor dan. Gozer. Hè, kom je net... Badewijn misschien is kwijtgeraakt. Volgens mij heeft hij het expres gedaan, man. Hij zag zo biertjes. Aan de gozer, dus ga nou maar... Oh, Barakalof. Nee, maar het is van jou, man. Nee, Allah heeft ze. Ja, Barakalof. Hé, hey, dus die gozer, die denkt zo van... Ja, nee, jongens, ga maar zonder mij, hoor. Ik blijf wel even hier, hoor. Ik zeg, kom maar, ze hebben gezellig. Een beetje cultuur snuiven, een beetje dit, dat. Hé, hey, die rivier... Wat Reddy, die was koud. Weet je wat betekent koud te laten doen? Misschien het is koud, ja, je gaat eraan. Ik geprobeerd. Met je voeten, hè? Ja. Het was koud, hè? Het is gewoon echt. Als je daar redt, zo. Hey, volgende keer kunnen we daar gewoon redden. Ja. In een plastic zak kunnen we gewoon staan daar in het water. Wordt die koud, man. Spring, dat is toch een boom. Ja. Nee, maar het is koud, weet je. Ja, je moest springen hebben. Ik heb gewoon gesprongen vandaar, man. Bam, maar ze hebben echt. Was echt lekker, man. Ze houden aan allemaal daar. Heel mooi, die springen ling. Je weet toch, als je in het zwembad gaat, dan ga je na zoveel seconden, dan ga je wennen. Oh, daar was niks aan om te wennen, Abdo. Mm-hmm. Het is koud, man. Er liggen gewoon ijspegeltjes in. Maar ja, Badewijn misschien die... gekke Badewijn, I'm sure. We waren Badewijn gedaan. Ja, man. Keuzers, we zijn even nu weer bij de moskee. Abdo is al naar binnen gegaan. En het is net Asr Eden. Dus bijna gaan wij inshallah bidden. Dus. Oh wacht, ik ben nog een fotootje aan het maken. Dus vandaar. Hey, don't forget, lange werk. Mashallah, en de goede televisie. Vergeet ons niet in de dua. Sani Persson, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Net uit de moskee. We staan nog een beetje in de moskee. Abdu is al naar het hotel gegaan. Zal ik een beetje zo voor jullie halen, Dreddy? Anders moet je gewoon zo'n beetje mee bewegen. Wabbel, wabbel. Heel strijders. Dus wat denken jullie? Hebben jullie een tip voor Badewijn? Want volgens mij gaat interventie met hem regelen, man. Dus ik van, kom op gozer, man. Niet zoveel blijven drinken, joh. Is niet zo goed voor jou, joh. Is gewoon, voel jezelf wel, toch? Lekker gewoon een Red Bulltje nemen of zo, man. Of niet elke keer te gaan suipen, man. Voel je nou niet verplicht om elke keer te gaan suipen? Hey, strijders, vandaag was een leuke dagje, een beetje tour gedaan. En ja, we waren nog iets van één weekje in Turkije. Gewoon probeer een beetje een gezellig mooi tijdje te doen. Gewoon voor een mooi gelukkig gevoel. Zoals Mukro Late Night Turkije Birkje. Waar, kom kijk naar deze mooie oude hier zo. Allah subhanahu aan ons beter geven. Kijk deze, mashallah. Deze waggie. Kijk maar waar het is. Kijk of jullie dat kunnen lezen. Wil je dat lezen? Daar staat Al-Iraq. Irak voor de buitenlanders. Ja, dus gezellig. Maar mijn arm begint een beetje moe te worden. Dus ik ga voor jullie afsluiten. Kijken of Abdul hier is of niet. Boudewijn! Boudewijn! Assalamu alaikum. Hallo? Hij is volgens mij niet. Misschien is hij misschien naar buiten gegaan. Oh nee. Oh, hij is er wel! Badewijn, je bent er wel! Gozer! Gozer, zo in kom. Hij is goed, jongen. Bismillah. Gozer! Hey, waarom ben jij aan het chillen hierboven, man? Ik dacht, je bent beneden of zo, man. Wat is jouw probleem, man? Je bent gewoon een airco-leventje, hè? Ja, man. Gizel, hè? Gizel, man. Tjok, Gizel. Erko, 320, alles. Oeh, is lekker cool hier, man. Ja. Ik denk dat Chris van de vakantie gewoon even hier blijven, man. Badewijn is wel slim, man. Hij denkt al die bars waar hij naartoe gaat, weet je. Dus gewoon allemaal Erko en zo, weet je. Wat chipjes doen? Dan ik, ja, man, buurman, ik heb nu wel zin in chip. Weet je wat het is? Ik wil naar onze broeder Isa gaan. Ik dacht, we gaan naar de sok. Naar die sok. Hé, wat blijkt? Ik heb mijn portemonnee vergeten. Welke shimaki is dit? Yoghurt? Lekker, hoor. Welke shimaki is dit? Bismillah. Lekker, hè? Lekker, hoor. Oh, oeh. Deze komt bekend voor, man. Kom, kummer gewoon niet. Gozer, gezellig, man. Weet je, lekker
Turk/Duits tv kijken, man. Gewoon leuk, man. Waar spaart mij nou, man? Hij is zeker daar ergens op het dak. Is het dit dak of het dak? Het is het dak, maar in Turkije maakt niet uit. Ik kan niet zeggen doof het dak. Of in Marokko is hetzelfde. Nou, eindelijk een beetje wat Engels. Another good sports joke. Oh, you're so funny. Funny guy. Wil je nu een snoepje? Ik gewoon broodje aan het smeren. Sahara. Het is gewoon mijn werk, Amin. Zo. Fuck die badenwijn. We zijn altijd gaan wachten op ons buiten de moskee. Het kwartiertje. Dan zien we je buiten. Abdo, waar is hij? Hij is nergens te bekennen, man. Waar is die chappie nou, man? Abdo, waar is die chappie? Elke keer. We zeggen gaan wacht gewoon buiten. We komen zo uit de moskee. We komen naar buiten, we zien hij is weg. Komen we hem later tegen? Ja, jongens, ik ben even wezen drinken, weet je wel. Gozer, joh. Huis even op, man. Gozer, waar is Niels nou, man? Zeg, wil een beetje boodschapjes doen in Turkije, man. Ja, leuk, joh. Echt cool, man. Ja, kijk, joh. Het is allemaal... Kijk, is toiletpapier en zo op zo. Hé, we hoeven geen toiletpapier te kopen, toch? We hebben het volgens voor ons geregeld, of niet? Gozer, man. Cool, man. Leuk, man. Gaaf, man. Echt jotten, man. Hé, hey, gozer. Zo, jij bent met je danoontjes lekker, joh, man. Sahara. Misschien ga ik dit keer wel melk halen. Maar ik zie niet waar melk is. Is dat melk? Dat is probably melk. But that is probably not melk. Kijk, dit is volgens mij allemaal halal. Ik moet denken aan die Turco misschien. Hij zei heel lang geleden toen hij naar Nederland kwam. Ja. Hij ging naar Robert Heijn, hij zag kip. Mm. Hij ging gewoon kip halen. Hoe moet hij het weten misschien? Moet hij weten dat het niet halal is en dat soort dingen. Hij is gewend misschien zijn hele leven lang in Turkije, haalt kip, ziet er precies hetzelfde uit. Ja, maar wat is dat dan? Die sarma. Bonen, ik ga geen bonen eten, jongen. Ben je gek, joh. Geen buitenwijn, joh. Dit is even normaal, joh. Gozer, ga je toch geen boontjes eten, man? Niet op vakantie, man. Nou, eigenlijk moet ik wel boontjes eten, weet je waarom? Ja, die had ik vorige keer laten zien, joh. Het moet echt zo super veel en zo, weet je wel. Ja, jammer dat we die niet hebben meegenomen. Ja, dat was jouw grap. Ja, oké, mensen. Dat was grap van Abdo. Die had hij eerder geklaard. Oké. Daar ben je wel gewoon eerlijk in. Hey, daar ga ik niet over omheen draaien. Wat is dit nou? Mini pasta. Lekker, man. Gezellig, man. Gaaf, man. Mensen denken zo, die gozer heeft veel energie. Volgens mij niet eens. Nervous, heb je gewoon nooit van zo'n nervous. Hamburger. Is halal? You think this one is halal? Yes, it's halal. Okay. They have Indomie here. Dus waarschijnlijk... Ik snap dus dat ik niet. Ja, toch? Of zij dus niet in die warm water? Oh joh, Abdo, wat heb je gedaan? Ja, ik denk, ik ga meteen sixpack pakken. Sixpack, dat is echt een badenwijlactie, man. Dat is goed, man. Dit is waarom? Goed voor je. Dus heb je echt veel van gedronken. Ja, dit is na reclame. Maar ga je gewoon meteen sixpack pakken? Ja. Dat is filosofie van buitenwijn. Ja, waarom moet ik er nou eentje pakken als ik er 6 kan pakken? Ik bedoel, kijk hoe handig het is om het gewoon zo... Kijk, hij valt helemaal niet. Laat los, joh. Laat los, joh. Kijk, zie je wel. Abdo, dat is echt toch het buitenwijnactie, man. Kijk, je loopt gewoon met al onze boodschappen weg, man. Thuis buitenwijn. Nee, joh, ik heb allemaal drank voor mezelf gehaald, joh. Daar krijg je helemaal niks van. Zeg maar buitenwijn, kom op nou, joh. We hebben daar ook gewoon cola en zo. Dus ja, maar dan ga ik mixen. Jongen, voor je Karis, Badwen. Karis, ik ga het mixen. Yes, met wat ga je het mixen? Ja, met alcohol, man. Je moet alles mixen met alcohol, man. Ik zeg, waarom? Ja, alcohol is niet lekker. Want als je cola doet en zo, dan wordt het lekker. Vieze Badwen. Gozer, doe even snel open, man. Waarom moet je hem altijd 2-3 keer... Hey, doe het licht aan. Doe de airco aan, man. Je hebt voor betaald, jongen. Gozer. Bismillah. Wat doe je nou, jongen? Je hebt lichtjes aan, man. Je hebt alles maar gaan, man. Je hebt het voor betaald, joh. Is het één kwaad, of niet? Ja, die is nog niet aan, man. Gozer. Sorry. Zo, hé, man. Oh, is lekker aan, man. Zo, lekker van buiten, man. Maar vandaag zit het ook 33 graden in Amsterdam, heb ik begrepen. Hé, waar is je andere licht? Heb ik geen andere licht? Oh, jawel, man. Dus even die andere. Dan doe ik deze aan, zo. Even kijken en hoppa. We hebben hier wat licht nu. Ja, maar de boodschapjes gedaan, Sahara.
Ik heb toch wel cornflakes gehad, jongen. Ja, wel eens even gewoon cornflakes met wat melk, weet je wel. Zo. Lekker, hoor. Gozer. Hé, hey, Abdo. Ja. Is een chappie van de office die net zo... In de show, je weet toch, zeg maar, is de geladen zijn vriendin. Ja. Het gaat zit zo te ontbijten, maar hij wordt zo, zeg maar, opgenomen. Ja. Toen zegt hij van, ja, alles is goed. Jen heeft voor mij ontbijt gemaakt. Ja. Toen zei hij, nou, althans, ze heeft de melk gekocht. Ik snap je. Sahara. Ja. Oké, Dred, ik ga even deze proeven. Ik had per ongeluk die, niet per ongeluk, maar die saus geproefd. Bismillah. Een beetje pittig. Tsjech kofte. Even kijken hoe ik het zo doe. Bismillah. Allemaal plastic, man. Het is gewoon plastic omheen, man. Wacht even, ik moet het eraf halen. Hoe moet ik nou weten dat er plastic overheen zit, jongens? Dus even... Goh, echt een buitenwijnactie, man. Wacht even. Hey. Nou, plastic eroverheen weg. En ik wil even dippen. Abdo! Ah, ben je toch deze achtergedurren? Ja. Er zit gewoon plastic omheen, man. Ik heb gewoon in plastic gebeten. Zeg, Abdo. Ah, ik zeg, hou gooi die arend erin dan, joh. Gozer. Ik heb wel die modus binnen, maar ik kan het helaas niet opwarmen. Nee, hè? Sahara ha. En dit keer heeft Abdo in plaats van ik Sarma gehaald. Maar ik was wel blij, man, toen hij dat heeft gehaald. Dus kennen jullie wel ondertussen, hè? Sahara ha, Allah mubarak. Ik vraag ons niet in dua. Abdo, ik zat net te denken, man. Ja? Je weet toch, Badewijn? Ja. Sommige mensen lachen van de luister. Ja, Rabbi, ik vond hem dat ik ooit om Shar Amin. Sommigen hebben een bepaalde medische conditie. Mm-hmm. En dan hebben ze een soort van een armband of zo, weet je wel. Ja. Of iets. En dan staat het erop. Stel je voor, komt... Naam of zo. Nee, stel je voor, komt iemand die eerste hulp gaat verlenen. Mm-hmm. En dan zien ze dat. Mm-hmm. Weet je wat ze dan bij Boudewijn hebben gedaan? Wat hebben ze gedaan? Zijn vader heeft het op hem getatoeëerd, man. Dat meen je niet. Ja, weet je wat ze zeggen, wat erop staat? Dat krijg je nooit eraf. Weet je wat erop staat? Wat? Er staat coma zuiper. Nee. Dus als ze eerst hulp bij hem gaan verlenen, zie je die chappie helemaal weet ja, toch, ja. Kapot op de grond. Ja. Neergevallen. Komen ze, gaan ze denken, ja gozer, weer coma gevallen. Gozer, wat is... Nee, maar hey, Dreddy, even serieus, hè, voor de mensen die wel drinken en dat soort dingen, of die geen moslim zijn. En drinken en dat soort dingen, alsjeblieft, niet veel drinken. Eigenlijk helemaal niet drinken, want het is gewoon niet goed voor je. Dus komen zuip is gewoon een... Het is een zonde. Een lastig onderwerp. Dus ik hoop dat ik misschien met dit bericht een beetje, ja, ik weet niet wat ik ermee kan bereiken. Een beetje mensen wakker schudden. Een beetje wakker maken, een beetje awareness aan me creëren. Dus mijn awareness, broeder. Je moet gewoon niet drinken, man. Kom op nou, jongens. Kom op. En vooral die mensen die zeggen, ja, maar je hebt een paar glasjes, man. Je wordt echt niet dronken, hoor. Ja. Hé, hey, was eentje. Ik weet niet meer wie het was. Hij zei zo van, ja, juist als ik meer drink, dan kan ik beter rijden. Oh. Is toch raar, man? Dat mensen dat geloven, man. Zo, hé, hey, gozer. Lastig, man. Zo. Raad eens waar we naartoe gaan. Abdo, zeg dan, raad eens waar we naartoe gaan. Adam. Gaan we naar Adam. Adam. Broeder Adam. Adam, we zijn er weer. Hey gozer, doe maar een ritje. Lekker man. Hallo. Hallo. How are you? Fine. Hi man, good. How are you man? I'm fine man. Nice to see you. Alhamdulillah. Dreri, wat zei je Abdo, zeg eens nog een keer. Wil je nog een ritje halen? Dreri, hoor dan. Ik zeg tegen Abdo. Mijn glas is nog open. Je bent toch in slaap en dat soort dingen. Hij zegt, heb je wat nodig? Ik zeg, ja maar even een ritje halen. Toen moest ik denken aan die badenwijnactie, man. Ja? Ik zeg, geen baden, wat ga je doen? Ik zeg, ja, ik ga even een biertje halen. Ik zeg, gozer, je hebt een biertje in je hand, maar hij is toch half vol? Ik zeg, ja, maar die is zo op, joh. Ja, nu vernieuw, dat is wel een beetje badenwijnstreken. Nu wil ik dat doen met Red Bull. Allah me berk, amen. Hé, hey, Abdo, kom zo badenwijn tegen op school in de klas. Hé, hey, Boudewijn, gozer, leuk man, leuk vakantie gehad, lekker man. Ja, ik kan me niet zo ver van herinneren, hoezo niet man? Ja, ik weet niet man, ik heb de hele dag zitten zuipen en zo man. Gozer, weet je dat nou? Ja, ik weet niet man.
Ja, ik ben niet echt verslaafd of zo, maar ik denk wel elke dag. Abdoor, dan hebben we dit gehaald. We weten wie hoe we het moet openmaken, man. Was je paard nou, man? Die heeft vast wel een paar van die trucjes. Hij zegt zo: ja, gozer, laat mij maar even laten zien, hoor. Ik ken deze dingen. Ik heb echt 20 manieren om hem open te maken. Eén keer maakt hij hem open met een pen. Andere keer maakt hij hem open met een veer. Andere keer. Met aansteken. Ja, maar vorige... ja, met aansteken. Die trucjes ken je ook. Hè? Vorige keer had je hem ook opgemaakt. Hè? Je hebt de gekke dingen van Boudewijn geleerd. Hé, hey, Boudewijn is echt invloed voor jou, buurman. Aandikken, buurman. Ja? Ik wil maar kopen. Ik wil drinken. Ik wil drinken, gooien. Ach, gooien. Gezien in het schraap, wat zeg je? Ik ga hem bij airco laten. Wordt hij nog koud? Oh, hé. Hey. Abdo, we moeten hem echt zo hangen hier. We moeten hem echt zo hangen. Dan wordt hij echt ijskoud, man. Even kijken. Ik moet even iets vinden om hem hier zo te hangen. Ik ga zoeken hoe. Man, kijk wat de paard van mij heeft geleerd, man. Kijk, gewoon niet daar zitten, man. Hé, gooi die Erik op 17 of zo, man. Ik voel dat mijn nek een beetje pijn doen hebben, man. Misschien door de wind van vandaag. Even kijken, hoe doe je dat? Beneden. Oh, buurman, ik ga die echt lekker koud laten, man. Gekke baden, we hebben zo gekke trucjes. Kwaliteit, daar kan je gewoon drankjes doen. Wordt ze helemaal koud. Hé. Hey. Weet je wat het ook kouder maakt? Als je volgens mij dit gewoon zo nat maakt. Of niet? Ja, Sahara. Maar wat ga ik nu drinken? Ja, ik ga water drinken misschien. Ga nou uit. Hé, hey, wat is... Wacht even, Dredda gaat niet uit. Waarom gaat hij niet... Hey, wacht, ik ga gewoon zo doen. Hij is man. Ik ben aan het opnemen, Limbo. Hé. Zo meneer Badewijn. Ik zeg tegen hem zo van... Badewijn, wat is dit, man? Niet maar drinken. Ja jongens, drinken. Je moet ook eten, man. Je moet ook brood eten zo. Ja, mijn bier zit toch ook graan? Er zit alles in, man. Ik heb alleen bier nodig. Ja, je weet toch, kijk, waar ik al een koelkast hier. Toch, hij is open met keerins, dit, dat. Ja. Heb je zo meneer Boudewijn, 2 uur in de nacht. Die zit op daar van die deur komen. Je zit toch gewoon aan... Nee, je zit toch gewoon aan koelkast dragen op zijn rug. Boudewijn, doe je nou, jongen? Gauw ze. Hij komt daarheen en zegt, ja jongens, jullie hebben koelkast helemaal gevuld met allemaal eten en troep en zo. Waar is de plek nou voor drinken, man? Dus wat we gaan zeggen tegen... Wat ga je zeggen? Morgen? Wat dan? Hij zegt, we willen een andere kamer. We ja, maar ik ben niet meer met... Ja, man. Hij heeft ons wakker gemaakt. Moet jullie maar zeggen. Ja, hey, Dreddy. Het is dat ik nog in het, aan het slapen was of zo, maar... werd er gewoon wakker gemaakt. Was zo hard choppy. Hij deed gewoon... Hoe laat was het? Was erg, man. Mooi, maar rond die tijd dat we wakker wouden. Nee. Oh, je hebt gelijk, we gingen nog doorslapen. Ja, man. Zo, man. Was erg, man. Leek. Weet je wat die foto is? Het leek. Subhanallah, ik weet niet eens hoe dat komt, maar het leek. Het was hier in de koel. In de. Mishaskan, in de douche. Ja. Kapot, was kapot, gekke sahbi, man. Maar ik heb het niet gedroomd, want jij hebt het ook gehoord. Ik heb het gehoord, hè? Heb je zo'n badden bij? Ik heb ze niet gehoord. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, die drank zit nog steeds naar koud te worden. Hé, hey, maar Birman, dat was heftig, man. Oh, dan weet je sowieso, laag ze nou als het iemand is die ziek is geworden of zo, weet je? Laat alleen maar Birman. Ja, man. Misschien. Ja, misschien. Allah, mahfad nam dalik wa mishar amin. Bijgeriet of zo, Allah, mahfad nam dalik wa mishar amin. Maar, dus Badewijn, ik had weer zo'n joke over Badewijn, maar ik weet het niet meer, man. Hansa, het is goeie, man. Heb zo. Dat is goed, hij zit granaten. Zit granaten, Eliek. Zit natuurlijke stoffen, Eliek. Kon je wij gebruiken zonnecreme? Badewijn gebruikt gewoon berry om zichzelf in te smeren. Heb zo een Badewijn. Ja, man. Badewijn is man, man. Gekke Badewijn. Morgen weer een Badewijn. Hé, hey, wat dan? Je hoort zo Badewijn, je hoort hem zo hier, zo, dus hoor je hem zo kloppen, hoor dan. Zo. Jongens, doe eens even open. Het is weer eens gebeurd. Ik ben zo zat, man. Jongens, doe eens even open. Hé, hey, op. Mo. Doe eens even open, joh. We zitten in Badewijn. Vakantie, dat die man gaat zich niks meer herinneren van de vakantie. Nee, ja. Maar alleen maar herinneren dat hij veel geld uitgaf. Dat hij werd opgelicht voor drank. Laat van de lijst daar.